Een sieraad moet helemaal bij jou als persoon passen en je wilt er natuurlijk jarenlang plezier van hebben. Dus wil je de juiste keus maken en gelukkig kun je daar goed advies in krijgen. In het advies ga ik vragen aan Tanja van Paul van Zeeland Juweliers. Hi Tanja. Hallo. Hi, hallo. Ja, ik gaf het in mijn intro natuurlijk al eventjes aan. Sieraad is heel persoonlijk, daar wil je juist de keuze in maken. Hoe kun je je daarin laten adviseren? Ik denk dat je als juwelier een beetje in het leven van de mensen stapt en je kent de mensen ook wel persoonlijk. En als je iemand goed aankijkt en goed luistert naar wat voor type mensen zijn, dan kan je daar ook het sieraad ook wel bij vinden. Welke trend zien we nu bij de dames? Vooral veel sieraden met veel kleuren op het ogenblik. Dus veel goudkleurig, veel rosé. En dan is het vaak goud op zilver, omdat de goudprijs natuurlijk best hoog is op dit moment. Dus dan zoeken ze toch allerlei mogelijkheden om materialen ook te veranderen. Veel lange sieraden zie je, maar ook wel stijlvolle, strakke sieraden. Veel stenen ook, het moet allemaal glimmen en groot zijn. Ja. Armbandje met leer heel veel ook, met bedels daar ook weer in verwerkt, erop geschoven of ze hangen eraan. Dus je kunt ze gek niet bedenken of het bestaat wel. En zien we diezelfde ontwikkelingen dan ook bij de mannen? Bij de mannen is het vooral gewoon heel stoer. En verschillende materialen worden er ook wel gebruikt. Het is dan vaak met leer of met staal, het is wat breder. En vaak zijn de armbanden ook weer een beetje hetzelfde idee als de leren armbanden die ook weer aan het horloge zitten. Dus daarmee combineren ze het dan ook weer. Maar de uurwerken worden natuurlijk steeds complexer. Betekent waarschijnlijk dat de reparaties ook steeds complexer worden. Daar heb je wel echt vakmensen bij nodig. Ja, dat klopt. Je ziet wel een aantal juweliers in Nederland zijn ook in bezit van ateliers waar dat inderdaad gerepareerd kan worden. Het zijn vaak wat gecompliceerdere uurwerken waar veel onderdelen bij nodig zijn. En waar mensen ook wel hoog opgeleid voor moeten zijn om dat te kunnen maken ook. Ik ben wel benieuwd hoe dat er eigenlijk uitziet. Nou, we kunnen even gaan kijken. Ja, heel graag. Ja, Tanja, bedankt voor alle informatie. En eigenlijk zou ik het wel leuk vinden om even over de schouder van de heren mee te kijken. Ja, dat mag. Ja? Ja. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Black and gold, black and gold, black.